Ja, enorm teleurgesteld natuurlijk. Ik heb Chantal ook gesproken vanochtend. Die is echt ook heel erg teleurgesteld. Staat ook haaks op hoe de zitting verliep. De rechter was heel kritisch op de zitting, vond ik, naar het ROC toe. Maar ja, goed. Helaas toch verloren. Privacy van de leerlingen op deze school gaat voorop. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik eigenlijk onbegrijpelijk, hè? Want Chantal is helemaal niet geïnteresseerd in die gegevens. De onderzoeker die naar binnen zou gaan, zou een dijk van geheimhoudingsclausule tekenen. Dus als daar gegevens opgespoord worden, dan komen die niet in het rapport, uiteindelijke rapport terecht. Dus ja, ik vind dat een beetje een dooddoener. En ik vind ook dat het gaat hier om Chantal. Chantal is het slachtoffer geworden van wraakporno, zoals dat heet. Haar leven is sindsdien echt in een hel veranderd. Ze wordt er elke dag weer mee geconfronteerd. Zij moet gewoon kunnen achterhalen wie dit op zijn geweten heeft. Ligt de zoektocht naar de dader nu helemaal stil? Nou, bij de politie in ieder geval wel. En dat ligt het al anderhalf jaar. Dat heb ik tijdens de zitting ook uitgebreid uit de doeken gedaan. Dat is ook de reden geweest waarom Chantal deze weg is gaan bewandelen. Met een kort geding tegen Facebook. Met nog een kort geding tegen Facebook. En nu weer tegen het ROC, omdat die tegenwerkte. Maar ja, wat dit ons leert, want het is toch een beetje pionieren geweest. Het is nu niet eerder gedaan, dit soort kort gedingen. Is dat als wraakporno wordt geüpload vanaf een openbare locatie. Dat de dader zich kan verschuilen achter de privacy van anderen. Kunt u nu nog wel wat om de dader te achterhalen? Nou, het goede nieuws is dat in het vonnis bevestigd is dat het ROC in mei van dit jaar alle beschikbare gegevens bevroren heeft. Dus als er nog gegevens van de dader zijn, dan zijn die in ieder geval nog voorhanden. En om die reden zal ik mij op korte termijn met een officiële brief bij de politie melden. En aan de politie ook gaan vragen om naar het allerbeste cyberteam naar binnen te sturen. Zodat zij het onderzoek nu eindelijk kunnen gaan oppakken. De politie zou wel onderzoek mogen doen in die gegevens? Ja, en ook moeten, wat mij betreft. Want er ligt een aangifte met een hele concrete locatie nu. Namelijk het Florijn College, daar moet het zijn gebeurd. Die gegevens hebben we ook allemaal beschikbaar gesteld aan de politie. Maar daar is tot op heden niks gebeurd. Dus ik hoop nu dat ze eindelijk in actie komen. Ja, voor Chantal duurt dit natuurlijk al anderhalf jaar. Het is een weg geweest met heel veel weerstand. Ze heeft de politie die niks doet, Facebook die tegenwerkte, ook het ROC dat niet wilde meewerken aan onderzoek. Dus ze is inmiddels wel wat gewend. Maar voor haar stopt het op een gegeven moment ook wel eens een keer. Nu eerst maar eens even afwachten wat de politie gaat doen en kijken of die het onderzoek gaan oppakken.